Maanden geen treinen, afspraken worden geschonden, alle kerncentrales in Zeeland neerzetten. Kernafval mag daar lekker ook blijven in Zeeland. Het lijkt eerder alsof Zeeland straf heeft dan dat het wordt beloond. Nou, zullen we het eens even proberen een beetje te ontleden ook. Kijk, het is waar, heel vaak heeft Zeeland inderdaad het idee, in de Randstad begrijpen ze helemaal niet, niets van onze provincie. Hè. Het Randstaddenken bijvoorbeeld, nou, die trein die er 4 maanden uit ligt, is een goed voorbeeld. Natuurlijk, er moet getest worden met een nieuw veiligheidssysteem. Maar waarom moet het nou weer precies in Zeeland? We hebben 1 spoorlijn daar. En als die spoorlijn eruit ligt, hebben mensen gelijk een groot probleem. En waarschijnlijk wordt er gedacht, ja, de bevolkingsdichtheid is daar niet zo groot, dus niet zo heel veel mensen hebben daar dan last van. Maar je kunt ook anders redeneren. Juist wel, want er zijn heel weinig alternatieve OV-mogelijkheden. Ja. Nou, dat is als er dat soort besluiten worden genomen, ja, dan denken we in Zeeland natuurlijk van, snappen ze nou echt niet dat het gewoon hier niet kan. Maar u komt uit Den Haag en ja. U heeft daar best lang ook in het centrum van die macht gezeten. Ja. Heeft u nu het idee, nu u in Zeeland bent, dat u toch denkt, ik heb in die tijd dat ik in Den Haag was, samen met mijn collega's, eigenlijk niet goed genoeg gekeken naar de problemen van Zeeland? Nou, überhaupt geldt dat in Den Haag veel te lang, en zeker, ik ben daar natuurlijk onderdeel van, veel te lang, denk ik, het Randstaddenken hoogtij heeft gevierd. En daar hebben we nou juist in de laatste kabinetsperiode een ommekeer in gemaakt. Dat we zeggen, je moet eigenlijk veel meer rekening houden met de regio's aan de grenzen van het land. Want ja, het gaat pas goed met Nederland als het met alle regio's goed gaat. En dat kun je gewoon niet zonder meer zeggen. En als je met de rekenmachine telkens kijkt wat waar het meest efficiënt uitkomt, kom je de hele tijd in het centrum van het land terecht. Nou, ja. Neem bijvoorbeeld OV. Zij voelden zich dus allemaal in de steek gelaten. Ik denk dat een van de grote redenen waarom de BBB zo gewonnen heeft, dat zij zeiden van, zeker, de regio wordt in de steek gelaten. Ja, en uw partij heeft verloren. Ja, zeker. Ja. En dus er is alle reden om die regio veel meer recht te doen. En het andere verhaal over Zeeland, en ik denk dat dat juist ook echt meer aandacht verdient. Kijk, als je alleen maar kijkt wat er allemaal niet meer kan en wat er allemaal niet mogelijk is, dan wordt het ook allemaal zo, ja, dat mag ik zeggen, Calimero denken. Hè? En volgens mij is het heel goed om juist ook over Zeeland te zeggen. En dat merk ik gelukkig. Dat ook dat gevoel heel sterk leeft in Zeeland. We moeten veel fierder over onszelf, veel zelfbewuster over onszelf spreken. Want in Zeeland veel meer. Ja, en Zeeland heeft zoveel mogelijkheden om echt een oplossing te bieden voor alles waar het kabinet mee worstelt. Nou, laten we één nemen. Ja. Want we begonnen al even mee. We hebben mevrouw Faber. En mevrouw Faber heeft een asielprobleem. En zelfs zij ervaart het zelfs zo dat het een noodsituatie is. Anderen zeggen het is eerder een probleem in de opvang. Maar hoe dan ook, welke definitie er ook aan gegeven wordt, er moeten straks alle provincies zullen meer mensen moeten opvangen dan nu gebeurt. Er komt een spreidingswet aan. Mevrouw Faber wil die intrekken. En ze zei dat dat nog jaren ging duren, maar dat was een fout. Hè? Had u ook het idee dat dat een fout was? Ja, ik wil daar best op reageren. Maar ik ga toch echt eerst vertellen over die ruimte voor Zeeland. Kijk, die ruimte maar die gaan we natuurlijk niet. Dat heeft hier mee te maken met die ruimte voor Zeeland. Nee, dat heeft er niet mee te maken. Want alle provincies moeten dit gewoon doen. Alle provincies hebben natuurlijk gewoon een taak in de opvang van asielzoekers. Ja. Inderdaad, die spreidingswet is daarvoor. Ja. Die bestaat daarvoor. En die spreidingswet die en is nog gewoon wet. En u zult dat moeten doen. Ja, maar dat, u moet dat coördineren. Ja, dus de spreidingswet geldt nog gewoon. Het kabinet zegt, we gaan die intrekken. In overleg met minister Faber overigens was eerst het verhaal, dat gaat nog een aantal jaren duren. Nou, deze week kwam het bericht, dat gaat toch op korte termijn, hoe het ook zij. Zij zei dat vermoeidheid was. Ja, de wet is. Ja, goed, het is een aantal overleggen, is dat toch echt de boodschap geweest? Dus ze heeft een langdurige vermoeidheid gehad. Nou ja, goed, ik ga er gewoon vanuit dat voor ministers ook gewoon de wet geldt. Net als dat geldt voor gemeenten, voor provincies. Maar toch even terug naar Zeeland. Want mijn punt is. Maar kunnen we niet even dit punt van die spreiding afmaken? Dan kunnen we daarna terug naar Zeeland. Want dat komt allebei in Zeeland terecht natuurlijk. Het gaat even over die spreiding. Er moeten meer mensen. Mensen, ook meer asielzoekers, moeten straks naar Zeeland toe dan nu. Ja, maar dat is toch niet. Toch even. Ik ga, Kijk, u moet 2100 opvangplekken hebben. Zeker. U heeft er nog maar 1712. Dus er moet iets van 300. Nee, voor 1 november zullen alle provincies hun opgave in het kader van de spreidingswet inleveren. En ook Zeeland gaat het gewoon doen. En wat we doen natuurlijk is daar gaat de gemeente. Gaat u dat halen? Nee, ik denk het wel. We hebben dat overleg nog niet afgerond. Maar ik denk het wel, omdat alle gemeenten daar heel erg hun best voor doen. Ja. En die spreidingswet die helpt daarbij. Ja. En dat geldt eigenlijk in alle provincies, dat daar heel hard wordt gewerkt. En wat dan natuurlijk niet helpt, is de wet die nou juist daarbij helpt, dan afschaffen. Dat helpt dan natuurlijk niet. Vooral voor u niet, omdat u verder niet zo heel veel om handen heeft als u het moet coördineren, als u geen wet hebt straks. Nou, vooral voor de minister niet, want die heeft namelijk de taak. Zij heeft de taak om heel veel asielzoekers op te vangen. En daar zul je toch een eerlijke verdeling moeten maken.
Ja, maar u heeft toch de taak om dat te coördineren? Zeker, dat doen we ook. Alle commissarissen doen dat voor hun provincie. Ja. En daarom is het ook belangrijk dat die spreidingswet blijft bestaan. Ja. Ja. Vindt u dit een vervelend onderwerp? Ik heb het een beetje narig gereageerd. Nou, omdat wat ik aan het vertellen was die ruimte van die Zeeland heeft. En wat Zeeland met die ruimte zou kunnen doen. Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Zo werkt het toch niet. Dat is toch niet het verhaal van Zeeland. Het verhaal van Zeeland is dat je de ruimte hebt voor bijvoorbeeld groene energie. Hè. Dat is heel ingewikkeld. Groene energie, daar worden kerncentrales naartoe gebracht. Zeker. Kerncentrales, aanlanding wind op zee. Dat is een geweldige kans voor Zeeland. Zeeland kan echt het groene stopcontact van Nederland zijn wat dat betreft. Als je kijkt naar de ruimte voor schone industrie, daar hebben we heel veel ruimte voor in Zeeuws-Vlaanderen. Zeker dankzij onder andere die nieuwe sluis. Maar ook ruimte om te groeien. De meeste mensen kennen Zeeland natuurlijk van toerisme. Maar we hebben heel veel ruimte om te wonen en te werken. We hebben heel veel werkgelegenheid. Dus er is alle reden, ook voor een kabinet, om naar Zeeland te kijken voor een oplossing. Ja, goed. Ik heb toch het gevoel dat u een beetje chagrijnig wordt over die spreidingswet. Is dat omdat u zegt van ik heb het niet op orde? Nee, integendeel. Ik was midden in mijn verhaal over de ruimte die Zeeland heeft. Ja, dan was het een associatie om bij die spreidingswet uit te komen, of niet? Ja, maar dat moeten alle provincies doen. En alle provincies naar RATO. U zit hier toch niet namens een andere provincie dan namens Zeeland? Klopt. En dus inderdaad, ook Zeeland doet daar gewoon zijn fair share. Ja. Dus een eerlijke aandeel. Zeker.